Ja, waar moet ik beginnen? Hè? Met die hele toestand met die Joost Klein. Ja, het is, vrienden, een afspiegeling van de staat waarin Nederland verkeert gewoon. Wij vinden alles maar goed. Wij vinden dat alles maar moet kunnen en dat alles maar kan. En dan wordt dan al vaak door, een beetje zo door de vingers gekeken, of het wordt gedoogd, of je valt gewoon de politie aan, of ambulancepersoneel, of de brandweer, of buschauffeurs, of treinpersoneel, noem het allemaal maar op. Maar ook mensen in de zorg, die worden ook beledigd en bedreigd. En dat is een soort van normaal geworden in Nederland. Ja. Doe maar gek en doe maar wat. Ja, we hebben helemaal geen moreel kompas meer wat dat betreft. En ja, in het buitenland denken ze daar toevallig anders over. Ja, is nou een keer zo. En wij denken van, ja, wij doen maar gewoon, wij zijn leuke Nederlanders. En kijk ons eens eventjes. Kijk ons eens eventjes. Maar in het buitenland pikken ze dat gewoon niet. En je hebt dat ook gezien met die Joost Klein. Ja, die ging dan een beetje de kijk mij eens, de artiest uithangen. Ja, en dat vinden wij, dat vinden ze dan in Nederland, vinden ze dat dan zo leuk eigenwijs. Ja, en Joost is zo leuk eigen gereid. Ja, leuk eigen gereid. Ja, en maar raar doen. En een vlag op je kop gaan zitten. En je haren zitten kammen. En bij een persconferentie helemaal onderuit hangen. En zo gek doet Mick Jagger nog niet eens. En die is volgens mij een iets grotere artiest dan de Joost, zou ik maar zeggen. En dat gebeurt dan allemaal. En dan ook constant kritiek hebben op die EBU. Ja, wat kom je daar dan doen? Je wilt toch zo graag meedoen aan dat liedjesgedoe, aan het Songfestival? Nou, als je daar dan aan mee wilt doen, gedraag je dan en volg de regels op die daar zijn. De EBU heeft een nul tolerantiebeleid ten opzichte van ongepast gedrag. Nou, klaar. Nou, dan ben je er. En daar heb je dan maar aan te houden. Ja, en als je dat niet doet, dan kun je vertrekken. En gaan we ook niet een beetje lang over vergaderen. Nee, we gaan ook niet nadenken van, ah ja, misschien valt het wel mee. Ja, hè, zoals, want dat gebeurt nu in Nederland. Want nu is het van, ja, nee, het is schandalig wat die EBU doet. Nederland gaat gelijk weer in de slachtofferrol. En die zijn het helemaal niet mee eens. En dat kan helemaal niet. Dat deze maatregel is genomen, dat is totaal niet proportioneel. Nee, tuurlijk niet. Nee. Nou, zo doen ze dat in het buitenland. Als je je niet gedraagt, wegwezen. Klaar. En ja, heel simpel. En dan worden er twee fouten gemaakt hier. Fout 1 is, je neemt dus een mafketel. Want dat is het gewoon, die Joost. Dat is gewoon een boep. Mafketel. Die stuur je naar het Songfestival. Maar als je dat dan doet en je neemt dat risico, zorg dan dat je een topbegeleiding daaromheen hebt lopen, zodat je dit ongeleide projectiel, ja, wel helemaal op de rails houdt. Ja, en dat er geen ongelukken gebeuren. En dat is toch gebeurd. Ja, ja. En nou zit je met de gebakken peren. Want vrienden, eerlijk is eerlijk, we staan zo verschrikkelijk voor joker ten opzichte van Europa en nog een beetje in de wereld. We gaan zo verschrikkelijk af als een gieter. Dit is nog nooit voorgekomen. Ja hoor, wij doen het weer. Nederland kan zich weer niet gedragen. Ja, ik ben even niet blij. Nee, maar dan ook totaal niet. Om Nederlander te zijn.